Jongens, ik droom er nog steeds van om een keer in een grote, echte speelfilm te spelen met bekende acteurs. Ik heb ook heel veel dromen, maar dat blijft met dromen. Dankjewel, Sein. Nee, maar je zou bijvoorbeeld wel je eigen speelfilm kunnen maken, Jasper. Ja, als je je eigen speelfilm wil maken met grote acteurs, dan moet je ook grote zakken geld. Met geld meenemen. Hele grote zakken. En dat hebben we niet. Maar acteurs zijn ook gewoon mensen. En die lopen ook in het wild rond. Die gaan ook wel eens naar de supermarkt. Ja. Dus je wil ze in wild vangen, bedoel je? En dan gewoon even een filmscenetje mee spelen. Experiment 32A. Kun je een film maken met bekende acteurs zonder dat ze doorhebben? Jasper, jij bent iets op het spoor. Ja, dat klopt, Daan. Je zult het niet geloven, maar Hollywoodster George Clooney is vandaag in het land. In Amsterdam. Hij is zelfs al gesignaleerd. Kijk, hij is vanochtend bij het Amstel Hotel. Ik vind dat we hier vanavond moeten gaan wachten. Okay. Bij het hotel, tot hij weer terugkomt. We gaan de allergrootste ster aller tijden voor onze film proberen te strikken, Tim. Jij meent dit echt, ja. Hè? Ik ben niet de enige die dacht dat het een goed idee was. We willen zij allemaal een scène spelen, Jasper. Dat niet. Nee. Het enige wat we kunnen doen is gewoon een goede positie nemen en dan toeslaan. Toeslaan! Toeslaan! Ja, yeah. Sure. Dit was dus hebben. Dit was het moment. Dit was het moment. Ik dacht dat er wel, meer tijd was, maar dat was zo kort. Jasper. Stijn. Dat was een debakel, hè? Dat was best wel een debakel. Ik noem het ook wel het George Clooney debakel. Ja, maar we hebben in Nederland ook gewoon heel veel goede acteurs, hè? Dat moeten we niet vergeten. Dus we kunnen ook een hele vet film maken met gewoon de top van de Nederlandse acteurs. Ik wil nog wel even zeggen dat ik het echt heel erg jammer vind van jou. Ja. Dat George Clooney niet is. Dat vind ik ook heel erg jammer van mezelf. Nu naar de Nederlandse acteurs. Ja. Dus dat, ja. Ik heb een klassiek filmscript geschreven, ja. Waarin de mensen nog oud-Nederlands praten. Laat los, idioot! Hier zijn vanavond de opnames van De Vloer op. Ja. En dat is eigenlijk het grote improvisatieprogramma. Nou, perfecte plek om te gaan improviseren met acteurs. Ja, we weten alleen niet wie er vanavond gaat langskomen. Nee. We waren nog niet eens binnen of Daan belt al dat hij Teun Luijks gespot had. Ja, die is bekend. Voor onder andere Adam en Eva. Oh, echt? Oh, nee. Oh, en Jep. Oh, ik zie het. Ja. Daar. Loopt hij. Stijn, nu draai je. Hij loopt op de trap. Film even. Ik vraag het mij af. Ja. Hoe lang speel je al een hoedje met Gerard de Witte? Gerard de Witte? Ja? Nog niet. Ik denk dat wij gevolgd worden, dus we moeten niet te veel erover hebben. Maar speel geen spelletjes met mij. Oké. Okay. Weet je wel welk risico je neemt? Nee. Zometeen gaan we er allebei aan. Echt waar? Ja. Je zat er echt lekker in, Tim. Welk idee heb je hierbij? Je weet welke gevaren hier op het spel zijn. Ik zal uitkijken. We spreken elkaar. Goed. Max, je belt me. Je belt me. Pats. Eerste scène in de pocket, Tim. Ja. Lekker gedaan. Maar nu is het aan jou om de volgende acteur te strikken. We zijn op dit moment aan het wachten op Gijs Scholten van Asschat. Die speelt in de Stad Schouwburg. Ja. En we willen hem eigenlijk het liefst pakken op het moment dat hij dus naar de artiesten in gaat toeloopt. Ja. Oh, ik moet ineens heel erg schijten. Ja, het is spannend. Goed, dat we in de Panarie zitten mogen duidelijk zijn. Maar wat doen we met Gerard de Witte? Geen idee. Houd je niet van de domme, Peter? We hebben het hier al vaker over gehad. Ja, ik denk dat we moeten ontslaan.
ontslaan? Ja, tuurlijk. Het is verdomme de notaris van Evert. Echt waar? Ja. Ik dacht dat het zijn advocaat was. Zijn advocaat? Hoe kun je nou? Let nou eens op, Peter. Ja, is hij niet gefusilleerd? Sorry? Gefusilleerd. Gefusilleerd? Ja. Ach, Peter, kom nou. Zou ik zeggen 50.000 euro, we hebben het nergens meer over. Okay, 50.000 euro, we hebben het nergens meer over. Ja, oké. Goed zo. Take care. Take care. Hij speelde gewoon hartstikke goed mee. Het was gewoon echt vet. Nou, we moeten nog heel veel grote acteurs willen wij een film maken. Ja, Stijn. Dit pak is ten tijde van de televisie gemaakt. Ja. Hoe gaat het met je nu? Ja, het is een tijdje terug, zo te zien. Ons film gaat de goede kant op. Maar er moet eigenlijk een beetje liefde. Ja. Maar hebben het voordeel, Monique Hendrik staat daar gewoon een drankje te doen. Miss Penosa. Ik zal maar weer maar een gezicht zien. Laat me bij haar een gezicht zien. Ik heb al lang genoeg moeten vechten voor de waarheid. Ik heb de waarheid nodig, Monique. Zonder waarheid zijn we beesten. Hou hier van me. Vertel het me alsjeblieft. Ik kan niet langer in twijfel blijven leven. Dan kan ik echt niet zeggen dat ik van jou hou. Sorry. Hoe kan je dit nou zeggen? Ik dacht dat het wederzijds was, maar daar heb ik me dus in vergist. Kus me. Kus me, Monique, alsjeblieft. Nee, ik ga niet kussen, sorry. Nee, dat doe ik niet. Tot ziens. Tot ziens. Het ging heel slecht. Oh, het was niet gênant. Oh, man. Ik weet nog wel iets gênanters, Stijn. Je tekst ook, of niet? Ja, heel goed. Ik heb het zelf geschreven. En nee, ik ben er op dit moment niet blij mee. Goeiedag. Goeiedag. Ben je het vertrouwen? Kom je alleen maar één kijken of kom je iets vertellen? Sorry, wij kennen elkaar toch? Nee, denk het niet. Waar haal jij het gore lef vandaan? Met de zus van mijn broer. Dat is een raar verhaal wat je nou vertelt, maar de zus van jouw broer zou jouw zus ook moeten zijn. Hoe kom je aan deze informatie? Wat wil je? Met de zus van mijn broer. Wat wil je? Wil je ruzie of ga je normaal doen? Zeg het maar. Wat wil je? Ik praat er niet bij. Ja? Is goed. Wat wil je? Dacht jij niet even, ho, 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 even rustig ademhalen? Nee, ik ben er keihard tussenuit genuid. Ik werd een beetje zo... Ja, maar dat wil je. Moet dat stoppen is... of niet? Maar ik hoor het broer van je zus, dat moet toch ook jouw zus zijn? Ja, dat is toch tof. Conclusie! Nou, we hebben scènes gespeeld met grote acteurs, jongens. Ja, zeker. We hebben gewoon bijna onze eigen guerrilla-film. Ja. Bijna. Bijna. Ja, om het experiment te beantwoorden, een volwaardige film hebben we niet helemaal kunnen maken. Maar wel een monster vette trailer. Ja. Hey. Gouden kalf waardig. Ja. Jij bent de film aan het monteren. Nou, ik ben een beetje... Ik probeer wat te maken van wat we hebben gedraaid. Je moet gewoon van niets iets maken. Ja, maar ja, want het is toch wel echt heel vrij weinig. Dan ga ik weer even verder chillen. Ik ga even verder naar jouw aanstellerige bakkers kijken. Wil je één shot zien van jouw aanstellerige gezicht? Komt ie uit. Als een janker ben jij, hè? Ik moet zeggen, jij ziet er fantastisch uit. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een speciale gelegenheid. We zijn hier namelijk niet voor niets. We zijn hier voor de première van onze trailer. Vandaag is het tijd voor de waarheid. Hoe reageert het grote publiek op onze film? Ja, onze filmtrailer komt tussen de andere filmtrailers. Ja. Ja, dus je ziet eerst gewoon echte filmtrailers. En vaak hoor je in bioscopen, oh, daar gaan we heen. Of je hoort... Daar hoef ik niet heen. Wat een kutfilm. Kom dan, we gaan er binnen. Mag ik één kaartje voor de zus van mijn broer, alsjeblieft? Top, dankjewel. Oh shit, ik heb eigenlijk twee nodig. Ja, ik wil ook nog mee. Ik had jou helemaal vergeten. Yeah.
Binnen de zaal 1 hebben we nu weer. Verandert het leven van vier vrienden op een onbewaakt moment. Hallo? Wat? De zus van mijn broer? Shit. Weet jij eens van mijn koffer? Welke koffer? Hoe speel je al een spelletje met Gerard de Witte? Gerard de Witte? Huh? Nog niet. Ik heb 50.000 euro nodig binnen 24 uur. En anders gaat Eva eraan. 50.000 euro, we hebben het nergens meer over. Ik heb de waarheid nodig. Zonder waarheid zijn we beesten. Ik weet niet wie je bent. Kus me. Nee, ik ga niet kussen, sorry. Dom idioot. Ik vroeg om een simpele sporttas. En jij komt aanzetten met een koffer. Waar haal jij het gore lef vandaan? Met de zus van mijn broer. Wat wil je? Wil je ruzie of ga je normaal doen? Blijf staan! Ik kan het uitleggen! Ik heb je nodig! Teun Luiks. Gijs Scholte van Aschat. Monique Hendricks. En Thomas Akta. Nee. Oh. Nee, ja, dat is een beetje. Eigenlijk, dit is de film.